Nou, we zijn weer terug op het veld. De grond was hartstikke bevroren afgelopen weekend. Toen toch gelopen, met de GPS een aantal plekken gemarkeerd. Die gaan we nu opgraven. De eerste is een halve Willemsend. Kijken wat er nog meer uit de grond komt. Nou, het tweede signaaltje wat ik gemarkeerd had. Vierkant, oorlogsgeld. En deze is gewoon nog leesbaar, 5 cent. Voor het jaartal moet ik hem nog even schoonmaken, maar... Mooi dat een stukje oorlogsgeld zo scherp nog uit de grond komt. Je ziet hem straks terug. Oh, volgende. Massief stuk lood. Leek eerst munitie, maar dat is veel te zwaar voor in de... Er zit niet echt een kop op. Geen idee wat het is. Als je het weet, laat even een berichtje achter. Volgende vondst, deze beugel. Geen idee hoe oud het is, ik denk niet zo heel oud. Geen idee wat het is. Ik kwam wel van aardig diep. Nou, de volgende vondst. Een beetje onduidelijk. De ene kant glimmend. En dan draaien we hem om. En dan koperkleur. Lijkt hier een puntje in te zitten. Misschien een oude knoop of zo. Ik heb echt geen idee. Ik ben benieuwd of we erachter kunnen komen wat het is. Nou, dat was de volgende. Precies op de plek waar die gemarkeerd was. Grote knoop, button, oogje er nog aan. Geen idee, het is helemaal kaal aan de bovenkant. En de volgende vondst, een vorkje. Mooi signaaltje, 81. En een muntje. Even schoonmaken. Duitje. Overijssel. 1768. Ah, nog redelijk leesbaar. 1 cent. 1971. Niet oud, maar wel weer een muntje. Volgende voorwerp. Vrij zwaar, kwam ook van redelijk diep. En de randjes wat zilverkleurig of goudkleurig. Alsof het verguld is geweest. En hier bij mijn duim lijkt er een merktekentje in te staan. Het is ook vrij zwaar. Geen idee wat het is. Ik ga hem thuis beter schoonmaken. En ja, misschien dat iemand van jullie weet wat het is. Laat het even weten. Volgende vondst, een musketkogel. Die heb ik hier nog niet veel gevonden op dit weiland. Muntje, leeuwencentje, echt nog messcherp. Voor het jaartal moet ik hem nog even wat beter oppoetsen, maar ziet er goed uit. Nou, volgende vondst. Mooi knopje voor een deur of kastje. Geen idee wat het is. Ziet er wel leuk uit. Nou, weer een muntje. Willemsend 1824. Hij is nog messcherp. Als hij een nachtje in de olie heeft gelegen, wordt hij nog mooier. Tijdje heb ik het niet gevonden. Een mooie, goede conditie. Leuke munt. Weer een muntje erbij. Denk een Duitje. Gelria. Niet helemaal zeker, is niet goed leesbaar.
thuis even oppoetsen. En we gaan vrolijk verder met weer een leeuwencentje. Volgende weer een leeuwencentje. De volgende vondst is een mooi klein gespje. Volgende vondst. Mooi versierd. Geen idee wat het is. Heb je een idee? Laat even een berichtje achter. Kogel. Ik heb er geen verstand van, maar voor de liefhebbers. Nou, deze kant leesbaar en voor mij helemaal nieuw. Ik moet hem thuis wat beter leesbaar maken, maar ik ben reuze benieuwd.